Jay Lion. Hier Jay Lion. Jay Lion. Ah, hier een 036. Oké, ik heb het dan niet eens laten zien, maar ik heb iemand geraced voor zijn kerstpakket. Kijk, dus zelfs als ik een koekje eet, ben ik zo 026, man. Ja, goedemorgen voor de mensen die mij destijds niet volgden. Ik zie dat dit 2019 was. Maar deze tune, ik zeg eerlijk, ik raad deze wel aan, man. Al zeg ik het over mijn eigen pokoe, want... Maar ik zei dus al, ik heb dus toen al die lijn gezegd van wat ze nu zeggen, Geert Milders. Ik zei het toen al, ik zei beter Wilders, want die is wat milders, weet je wel. Ja, kijk maar. Klimaat, die milieuzones, met die milieuzones in de stad en zo. Weet je, mensen moeten nu de prijs gaan betalen. Terwijl je betaalt belasting, maar je mag niet meer met je auto de openbare weg gebruiken. Je mag niet de stad in met je auto. Weet je, alleen de rijken mogen dat nog maar. Of wat dacht je van die vlaggetjes bij scholen en zo? Ze willen gewoon de arme mensen... De gewone burger willen ze uitroeien, Mattie. Dus stem dan maar Wilders, want die is wat milder. Je weet toch dan die linkse dictatuur. Ja, man, snap je? Het is wel zo. En ook, wij geven de gemeente en de regering het mandaat om de mobiliteit te bevorderen. Dus ze zijn ook nog gewoon in overtreding. Het is eigenlijk gewoon werkweigering. Dan moet ze gewoon zeggen van, ja, wij wensen gewoon steden te veranderen in soort parken met allemaal luxe condominiums en appartementen, die penthouses die niemand zich kan veroorloven. En we willen geen auto's meer in de stad. Dus ja, onze ideologieën, ons levensbeeld komt niet meer overeen. Dat wrijft met wat wij in de politiek, met de werkzaamheden die we moeten uitvoeren. We kunnen ons werk niet uitvoeren, want we hebben zo'n sterk geloof wat daarvan in de weg zit, weet je wel. Dan moet je gewoon eerlijk zijn van, ja, sorry, we kunnen ons werk niet doen, want de klimaatideologie, wij geloven daar zo sterk in, dat het in de weg gaat zitten van de taken die wij moeten uitvoeren. Fuck NL, man, ik raad je echt aan om snel weg te gaan, want het wordt echt naar, jawel. Coming straight out of Klari, a crazy motherfucker named Legendary Lion. De stad is 026, drankje 8.6, of 12%, wat medicijn moet gebruikt worden, pijn moet verzuikt worden. Ik ben in de house, je hoort me, in de building. Je toch heel naar zo'n Zuid gestorven, nah. Ik maak al die dames op je postcode, een ervaring rijker. Deze pik is een lot uit de loterij. Zomerjukjes van tijd zich genieten. Zet de auto scheef om mijn passagiers te gunnen. Last one left in een generatie vol met vriendjes. En fuck boys, what the fuck boys. Boos omdat iemand naar je chick keek, nee joh. Ik had racisten die in de kast zitten. Stem dan beter Wilders, want laatst ging zo'n alternatieve buddy boy van de dansschool ons kleineren. En die flikker stemt links, snap je? Een Valentine gebak. De motherfucker. Yo, is de motherfucker J-Line. Ik switch ook mijn bakkers, dus denk niet van je gaat me catchen met je nine op Valentine of zo. Toch, snap je? Of met je shanks of wat dan ook. Ja, man, het is de motherfucking J-Line. Carnaval. Mij of mijn pokoes geviewd wordt. Ik wil één view van iemand die wat betekent, zodat ik geboekt word. Je weet toch? Ik stop nooit, maar ik gebruik al stopwoorden. Ik zie er ook zo knap uit en de stad ziet er opgeknapt uit. Je zou denken, waarom heeft hij geen deal? Hij is zo hard, ik doe mijn ding, loonslaaf rapper, fuck je platencontract. Fuck dat, man. Mijn nieuwe clip is veel gedetailleerder. Hij is hard, 4K, deze is voor de scherpe strijders. Ben al heet, this is why I'm hot. This is why I'm hot. Ben al heet sinds die pokoe van Mims. Hot. Ik ken elke hoek in Arnhem, maar ben ook bekend in de Nims. Nimmer. Ben niet de hustler, bitch, heb niks aan de nixen. Schrijven die op Insta willen drippen, moet je skippen. Hoe gaat het met de views? Boeien, ben oldschool. Toen models bekender waren als rappers en verdiende 5 toezoet per clip. Die clips van nu zijn niet zo duur. Insta wijven bedelen voor clipshoots en bekend zonder een talent, dat zijn die influencers. Breng de game back, die fake shit is over. Ze zeggen het wordt me niet in dank afgenomen. Ondankbare klootzakken, je hoeft niet eens te bedanken. Nope. Doe het voor mij, mij. Andere, Mikado, kijk. Oh bro, maar ik denk dat zien dat ik ze erop zet. Zeg je eerlijk, boterkoek, dit is wel echt mijn ding hoor. Die ene met, hoe heet dat, gevulde koek met amandel. Kijk, ik weet dat jullie iets grappigs zullen zien. Je hebt drag queens. Kijk. Dit is een drag doggoe, snap je? Als ik er ben... Ik heb een externe harde schijf en USB-sticks die meer waard zijn dan al die artiesten op de grootste label. You got streams en waggies, zeg maar miljonair. Mijn talent, rijkdom is dan de som en waren jullie skeer. En ik het gaat soms wie de miljoenen heeft en dan
wat voor ons en je je doekoe besteedt. Maar fuck de jewels en ik weet dat bij Q-te echt vaag is of je me pijn voelt. Feel my pain. Feel my pain. Mensen naaien en haten, je gaat niet ver komen. Je denkt gewoon klaar aan de als hier ineens een ster lopen. Nee. Dus die zeg maar bad bitches zijn niet echt mijn type. Nope. Mensen die met hard werk geld verdienen. Jij leeft echt in de sportschool volgens mij. Ik heb mijn leven in de real world, dat maakt mij de realist. Kill, welke planeet woon jij met Joello Crisis? Als je online kijkt zou je denken de wereld is doorgedraaid. Het enige echte J-Line is de enige reden dat de wereld nog draait.